Vandaag een korte unboxing van de Dan Wesson 6-inch revolver. Hier staat mijn serienummer, maar volgens mij zijn dat niet allemaal identiek. Het prijsje, €139. Alle instructies. Welke maten ze allemaal hebben. Wat je erbij kan kopen, wat erbij hoort. Nou, dit is de revolver. Er zitten bij 6 patronen, een soort behulzingen. Hier kan 1 BB in. En die zitten erbij. Hier zitten er nog een paar, maar die heb ik er zelf bij gekocht en zelf hier in de doos gestopt. Dit zijn low power shells en dit zijn high power shells, de bruine. Deze schiet 460 fps als ik het goed uit mijn hoofd zeg. En deze rond 300 of 200 fps. Ja, het nadeel is dus dat alleen dat je 6 schoten mee kan lossen. Ja, ik heb ze allemaal geladen. Doe je er zo in. Geladen. Hier in het handvat zit het CO2-patroon. Mooi opgeborgen. De logo's erop. Aan de andere kant het ASG-merk met de Duitse F-mark. Helemaal metaal. Hier is nog een rail dat je bovenop kan zetten voor een soort scope of een red dot, weet je wel. Dus, nou, dat ga ik niet gebruiken. Hier is nog een speedloader, die kan je dus alle patronen erin stoppen. Dan draai je hem en dan zitten ze vast. En dan kan je ze er makkelijk in doen. Beetje moeilijk te zien op de camera natuurlijk. Doet ze er zo in. Je drukt, haal je ze er los en ze zitten erin. Hier heb je nog een save knopje. En hier maak je hem ook mee open als je hem naar voren duwt. Er zit een rood stipje waar je mee richt. Hamer. DW-logo van Dan Wesson. Dat was de review.